ook het heel interessant om hier in Tilburg te vertellen en ook voor een groep met waarschijnlijk een hoop meer professionals echt uit architectuur en stedenbouw. We zijn zojuist geopend met een lezing van de Mobile City. Meer in zijn algemeenheid over de trends op dat gebied, de instrumenten die er bestaan om burgers te betrekken bij de stad, om ook burgers aan elkaar te verbinden, om mensen de ruimte te geven om zelf initiatieven te nemen en om die ook zichtbaar te maken. De hedendaagse stad is eigenlijk niet meer te begrijpen als puur een fysieke ruimte. Met materiële gebouwen, elementen erin. Maar je moet de stad eigenlijk vooral nu zien als mediastad. Nou, we hebben daarna een drietal sessies, elk vanuit een goed voorbeeld ergens in Nederland, op drie plekken in het gebouw. Het idee is dat we dat drie keer doen, zodat iedereen ook alle voorbeelden mee kan krijgen en ook samen met de initiatiefnemers van die nieuwe voorbeelden in gesprek kan gaan. Sluiten we af met een soort zaalgesprek, een beetje klassiek, van wat hebben we nou geleerd en wat kan dat betekenen voor Tilburg. En natuurlijk, ja, kan ook niet anders, nog even een borrel naar de rand. En dan komen de echte debatten vaak pas los. Ja. Dus, wij organiseren publiek debat over, laten we zeggen, ruimtelijke kwaliteit, architectuur, stedenbouw, landschap. En ja, vandaag de dag kun je dat niet meer loszien van, laten we zeggen, alles wat niet fysiek, maar wat digitaal is. En daarom deze bijeenkomst. Het past in een reeks van bijeenkomsten die we organiseren over het initiatief in de stad. Twee redenen. Eén, iedereen heeft een smartphone tegenwoordig. Is veel makkelijker geworden om elkaar te vinden, om toegang te krijgen tot informatie. En dat doet ook iets met de stad en de manier waarop die gebruikt wordt. Daarnaast zie je dat, vanuit de ontwikkeling van de stad kijken, dat het niet meer gaat op de manier zoals het altijd gegaan is. Dus van bovenaf, grote partijen die bepalen hoe de stad zich ontwikkelt. Maar dat er misschien ook veel meer kansen liggen in de samenwerking tussen, laten we zeggen, de professionals en gewoon andere bewoners, ondernemers, wie dan ook, die ideeën hebben over de stad. Nou, die twee dingen samen, die maken het tot een interessant onderwerp om eens te kijken van hoe kun je nou vanuit digitale media de verbinding verbeteren tussen wat mensen zelf met de stad willen en misschien ook de ontwikkelkracht van de professionals. En als je samen tot nieuwe ideeën komt, is het misschien ook heel goed voor Tilburg. Nou, we zitten hier in het faxgebouw. En het is ook wel bijzonder. Kun je vertellen waarom je juist hier gaat zitten? Nou ja, we hebben zelf een emotionele band met het faxgebouw, kan ik zeggen, als kast. We hebben hier jarenlang zelf gezeten. Eerst als onderdeel van de Tilburgse Kunststichting, later zelfstandig hier buiten in de portiersloge. Nou, we zijn inmiddels naar de spoorzone vertrokken, maar het onderwerp van vandaag dat sluit heel goed aan bij het profiel van het Veemarktkwartier, waar heel veel creatieve ondernemers zitten. Mensen die bezig houden met games, met digitale media, met film, video. Nou, het is eigenlijk een hele goede plek om hier te komen voor dit onderwerp. En het faxgebouw heeft wat dat betreft een bijzondere plek hier in het stadsdeel, of laten we zeggen in het Veemarktkwartier. Er zitten hier heel veel creatieve ondernemers, maar ook heel sterk vanuit de tijdelijke sfeer, dat is overigens al jaren zo. Maar dat geeft ook wel weer een soort van gevoel van hier kan wat. Maar hier zijn dus gewoon jonge mensen actief die samenwerken, die elkaar opzoeken, die niet per se een belang hebben met elkaar, maar wel denken dat ze van elkaar wijzer kunnen worden. Nou, en dat idee, ja, dat zit ook achter deze avond. Dus in die zin dachten wij, nou, doen we gewoon gezellig hier. En het is ook gewoon een hele fijne plek. Dus, je ziet dat ook in de spoorzone, maar eigenlijk geldt dat voor al die grote gebiedsontwikkelingen, enerzijds gewoon nog steeds zo relevant is dat er door de partijen van bovenaf goed wordt nagedacht. Hoe houden dingen betaalbaar? Hoe krijgen we de dingen in ontwikkeling, infrastructuur? Daar zijn die klassieke partijen, de gemeente, de ontwikkelaars, nog steeds heel erg voor nodig. Aan de andere kant is er ook gewoon het besef dat het wel een gebied moet worden van de stad. In dit geval moet een Tilburgse spoorzone worden. Nou, hoe krijg je dat anders voor elkaar dan gewoon samen met de Tilburgers erover na te denken en ook serieus om te gaan met de plannen en ideeën van die Tilburgers? Nou, je merkt dat daar gewoon naar gezocht wordt. Een beetje poëtisch uitgedrukt. Hoe kun je nou dat van boven achteraf ontwikkelen en van onderop initiatief nemen met elkaar verzoenen om tot een nieuwe, kansrijke ontwikkeling te komen?